Help, meester Rob, een slang. Waar? Waar? Dat zijn de stemmen van de twee broers van Eline, Stefan en Erik. In de schuur, ik wilde mijn skielers pakken en toen zag ik hem in één keer wegschieten. Stefan en Erik hebben geen meer woorden nodig. Ze gaan zo snel mogelijk naar de schuur toe die achter in de tuin staat. Eline staat ondertussen met een beteuterd gezicht naar meester Rob te kijken. Nu kan ik niet op mijn skielers naar de Danielschool. En dat wilde ik vandaag juist zo graag. Oh, zegt meester Rob. Denk je dat echt? Weet je wat ik denk? Jij bent heel erg geschrokken van die slang en zo gauw mogelijk deze kant op gerend. Maar ik denk dat de slang ook heel erg geschrokken is en die is gauw de andere kant op gegaan. Dus we kunnen die skiders gewoon gaan pakken en jij kan vandaag gewoon op je skiders naar de Danielschool. En weet je, ik moet opeens nog ergens aan denken. Voordat ik naar Ecuador als meester ging, moest ik eerst naar het kantoor in Woerden. En er waren ook twee andere jufs, want de ene ging naar Albanië en de andere ging naar Guinea toe. En we kregen uitleg, voorbereiding. En er werd er ons verteld wat belangrijk was en waar we op moesten letten. En we moesten ook boekjes lezen. En in een van die boekjes las ik: stel dat je naar een land toe gaat waar slangen leven en misschien ook wel schorpioenen. Weet je wat je dan moet doen? Een hele belangrijke tip. Als je dan bijvoorbeeld je schoenen gaat pakken, of zoals jij je skielers, moet je er eerst even tegenaan tikken. En als er dan iets in zit, nou dan krijgt dat beest even de tijd om eruit te gaan. Een hele mooie tip. En nu ik daarover nadenk, denk ik, wat is het eigenlijk mooi dat je eerst voorbereiding krijgt van de mensen die op het kantoor van de ZGG in Woerden werken. Als ik terugkom, ga ik ze daar eerst heel hartelijk voor bedanken. Maar kom, we moeten naar de Danielschool. De skates worden gepakt. De slang is verdwenen. Stefan, Erik, gaan jullie ook mee? En daar gaan ze. Eline voorop, op haar skates. Naast meester Rob, Stefan en Erik, de twee oudste jongens. En achter hen, Job, de jongste. Het is mooi, hè, in Ecuador. Kijk eens naar die heuvels daar zo, rondom de vallei waar we wonen. En prachtig zo'n palmboom. En daar een paar bananenbomen en een mangoboom. En zo al wandelend komen ze aan het einde van de straat bij de grote weg richting het centrum van Puerto Viejo. Daar moeten ze even wachten. Allerlei auto's rijden voorbij en van die oude vrachtwagens die je in Nederland al lang niet meer ziet rijden. Hé, meester Rob, moet u daar eens kijken? Er komt een busje aanrijden. Voor, ik denk, 8, 9 personen, denkt meester Rob. Maar er zitten veel meer mensen in dat busje. De kinderen gaan tellen. 10, ik tel er wel 11, 12. Volgens mij zijn het er wel 15. Heel dat busje zit vol. En de schuifdeur die staat open. Levensgevaarlijk, zouden wij Nederlanders zeggen. Maar in Ecuador zie je dat genoeg. Je ziet bijvoorbeeld ook een motor rijden met 5 mensen erop. Het busje rijdt voorbij, de kinderen zwaaien. En dan ziet meester Rob opeens een tekst op de achterkant van het busje staan. Hey Stefan, wat staat er in het Spaans op? Ik kan niet zo goed Spaans. Stefan kijkt. Dan kijkt die meester Rob aan. Er staat op: alleen God weet of we terugkomen. Ook dat zie je trouwens wel vaker in Ecuador. Teksten op busjes, op muren. En meester Rob, hij moet nadenken over deze tekst. Alleen God weet of we terugkomen. En dat zegt hij ook tegen de kinderen, terwijl ze oversteken. Er kan elk moment wat gebeuren in ons leven. En hebben ze zomaar een gesprekje over de Bijbel, naar aanleiding van die tekst op dat busje. En zo komen ze bij de Danielschool aan. Bij de Danielschool zitten een aantal kinderen uit Ecuador te wachten. Erik, Carlos, Julio, Jean-Pierre. Meester, mogen we nog heel even gaan spelen? Ja hoor, natuurlijk. En de Nederlandse kinderen,
gaan samen met de Ecuadoraanse kinderen op straat spelen. Meester Rob blijft even in de deurenopening staan. Wat is het mooi, die contacten. Met de Ecuadoraanse kinderen. Ondertussen bidt hij voor deze Ecuadoraanse kinderen. Met wie ze samen op reis zijn naar de eeuwigheid. Als het tijd is, roept meester Rob de kinderen naar binnen. Ze hebben allemaal een plekje in de kleine Danielschool. Stefan, Erik, Eline en Job. We gaan deze dag eerst beginnen met gebed. Hebben jullie iets om voor te bidden? Stefan? Voor opa en oma in Nederland. Daar gaan we voor bidden. En zullen we dan ook voor de andere familieleden bidden? Dat doen we. En jij, Erik? Jij hebt niets. Dat geeft niet. Dat mag. Eline? Voor de kinderen uit de buurt. Wat mooi. Laten we dat doen. Voor de buurkinderen bidden. En jij, Job? Ik wil graag bidden dat er heel veel mensen uit de wijk naar de zendingskerk komen. Job, daar gaan we ook voor bidden. Na het gebed en de Bijbelvertelling gaat meester Rob lesgeven. Even kijken, Rob, jij zit in groep 3. Jij bent vandaag, is rekenen aan de beurt. Je mag in deze slang in het boekje de cijfertjes van 1 tot en met 15 invullen. Even kijken, Eline, jij zit in groep 5. Die sommen zijn aan de beurt, ja. En dan ga ik naar Erik. Jij zit in groep 7. Even kijken, wat is bij jou dan met breuken? Oh, bij jou ga ik even zo erbij zitten om even extra uitleg te geven. En Stefan, jij zit in de eerste klas. Welk vak heb jij als eerste? Even op je planning kijken. Oké, aardrijkskunde. Waar gaat het over? Aardbevingen. Meester? Ja, Stefan? Heeft u wel eens een aardbeving meegemaakt? Nee, ik heb nog nooit een aardbeving meegemaakt. Wij wel, een keer in Quito. Wij woonden daar eerst, toen was het voor de taalstudie. En daar hebben wij wel eens een keer heel even een aardbeving gevoeld. Oké. Nou, ik hoop dat ik dat nooit hoef mee te maken. En dan schiet in één keer die tekst weer van het busje door het hoofd van meester Rob. Alleen God weet of we terugkomen. Het is 2 weken later. Zaterdagavond. 7 uur. Stefan, Erik, Eline en Job zijn thuis. Samen met hun vader en moeder. Uitgezonden door de ZGG om in Ecuador te werken. En meester Rob is ook bij hen. En ze gaan gezellig met elkaar koffie drinken. En dan gebeurt het. Plotseling. Onverwachts. Begint de grond onder hen te golven. En de muren van het huis beginnen te bewegen. En de elektriciteit valt uit en het wordt helemaal donker. Een aardbeving is het eerste wat vader zegt. We moeten wat doen. We moeten onder een tafel of we moeten in een deurpost, onder een deurpost gaan staan. En ze proberen van de bank af te komen, maar het lukt niet. Zo intens is de aardbeving. En Job die naast meester Rob zit, die pakt meester Rob helemaal vast. Ze kunnen niet naar links, ze kunnen niet naar rechts. Naar voren niet, naar achteren niet. Alle wegen zijn afgesloten. En toch, 1 weg is open. En Eline is de eerste die begint te roepen, Heere! En de anderen, ze beginnen ook te bidden. En de gebeden voegen zich samen tot 1 noodgebed tot God. Heere, help ons, bescherm ons. En ondertussen horen ze een kast omvallen en andere dingen kraken. En dan zwakt de aardbeving af. En dan is het even helemaal stil. Je hoort Eline snikken.
zijn bewaard. Maar hoe zou het verder zijn? In El Floron, waar de mensen van de zendingspost wonen, met de jongeren van die in de buurt van de Danielschool wonen. Ze weten het niet. Het is donker in huis. Ze gaan eerst even wat kaarsjes aansteken en vader en moeder ze overleggen met elkaar. Wat is verstandig om nu te doen? Er kunnen naschokken komen. Laten we allemaal beneden gaan slapen. En dat gebeurt. Matrassen worden gehaald en dan worden alle matrassen op de grond neergelegd. En die avond slapen ze beneden in de woonkamer. Papa, zegt Eline, we moeten eerst danken. Ja, en dan pakt vader de Bijbel, dan lezen ze een psalm uit de Bijbel, psalm 91, en dan gaan ze de Heere danken. Het is een wat onrustige nacht, maar eindelijk wordt het weer licht. En dan gaan ze met elkaar, en meester Rob gaat ook mee, naar de zendingspost in El Floron. En dan rijden ze via het centrum. En als ze daar aankomen, wordt het stil in de auto. Ze stoppen even. Ze stappen uit. En dan zien ze voor hun ogen wat er die afgelopen avond gebeurd is. En meester Rob, hij ziet hoe een stukje verderop graafmachines bezig zijn om slachtoffers te zoeken. En dan kijkt hij rond en dan raapt hij zomaar even een steen op die afgebrokkeld is van een huis. Een steen die vertelt de gebrokenheid, kwetsbaarheid en nietigheid van het leven. En als hij dan naar die huizen weer kijkt, dan dringt in één keer tot hem door. Ik zie hier voor mijn ogen de voetstap van koning Jezus. En er komt opnieuw die tekst op de achterkant van het busje weer aan hem voorbij. Maar nu iets anders. Alleen God weet wanneer Hij, Jezus Christus, terug zal komen. We horen zijn voetstappen. Ja, we zien zijn voetstappen. Maar nog is hij niet teruggekomen. En dan voelt meester Rob in zijn hart. Er is haast. Het evangelie moet doorgegeven worden aan alle mensen om ons heen. En ze stappen weer in de auto en ze rijden via de wijk El Floron naar de plek waar de zendingspost staat. En dan worden hun ogen groot. Zoveel mensen die overal vandaan uit de wijk naar de zendingspost zijn gekomen om het evangelie van God te horen. En dan denkt meester Rob aan de vraag van Job. Heren, mogen er heel veel mensen naar de zendingspost komen. Dwars door de aardbeving heen brengt de Heren mensen onder zijn woord. En klinkt daar de boodschap van het enige vaste fundament van het leven. Jezus Christus. En dan denkt meester Rob. De mensen in de wijk die nu hier zijn, die horen dat. Maar de kinderen uit de buurt, bij de Danielschool. En al biddend komt er een plan in zijn gedachten. En die gaat hij nog diezelfde week uitvoeren. Samen met de kinderen, Stefan en Erik, maakt hij uitnodigingen. En dan gaan ze de wijk El Floron in, of de wijk bij de Danielschool in. En dan geven ze een uitnodiging aan Carlos, aan Julio, aan Jean-Pierre, aan Erik. Komen jullie vanavond? Dan krijgen jullie wat drinken en wat lekkers. En jullie krijgen ook iets te horen. Ondertussen praten ze met elkaar over de aardbeving die er geweest is. En die avond zit de Danielschool vol met kinderen uit de buurt, heel dichtbij. En meester Rob, hij gaat door zijn knieën en dan kijkt hij zo die jongeren aan. Nadat ze wat drinken en wat lekkers gekregen hebben.
Vanavond mag ik jullie vertellen over de God van hemel en van aarde. En over Jezus Christus, de zaligmaker. En ze luisteren heel stil. En aan het eind van de avond krijgen ze allemaal een boek waarin eenvoudige verhalen over de Here instaan. En dan zegt meester Rob, we moeten natuurlijk wel op de foto. Want dan kan ik aan de mensen in Nederland vragen of ze voor jullie willen bidden. Even kijken. Jullie gaan daar zo, dat muurtje zitten. Jullie gaan daarvoor staan en jullie gaan daarvoor zitten. Ja, oké. Even kijken of ik iedereen goed kan zien. Daar komt de foto. Klik. Ja. De kinderen uit de buurt van de Danielschool. Willen jullie voor hem bidden? Kinderen, jongeren, ouderen. Of ook zij mogen horen van de koning van het leven. En of de Heer in hun hart wil werken door de Heilige Geest. Zo is de avond voorbij. Ze nemen afscheid. En meester Rob gaat samen met Stefan, Erik, Eline en Job weer terug naar huis. Als ze bijna thuis zijn, knijpt Eline opeens hard in de hand van meester Rob. De grond trilt weer. Inderdaad. Een naschok. En dan zegt Eline, ik wil hier niet meer blijven. Ik wil terug naar Nederland. Ik vind die aardbevingen helemaal niet fijn. De naschok gaat weer weg. En dan pakt meester Rob Eline op. Dan kijkt hij Eline aan. Eline, dat begrijp ik. Meester Jos, meester Rob wil soms ook wel terug. Maar weet je, denk je dat we in Nederland veilig zijn? Weet je, Eline, er is maar één plek op deze aarde waar je veilig bent. Weet je waar? In de schuilplaats van God. In de schuilplaats van de Allerhoogste. En weet je hoe die schuilplaats heet? Immanuel. En weet je wie de deur van die schuilplaats is? Jezus Christus. En weet je wat er aan de posten van die deur gestreken is? Het bloed van het Lam. Tot vergeving van zonde. En weet je voor wie de plaats is in die schuilplaats? Voor zondaren. Ook voor zondige kinderen. Want Jezus heeft gezegd, laat de kinderen tot mij komen. Hou ze niet tegen, verhinder ze niet. Want derzulke is het koninkrijk der hemelen. En als je in die schuilplaats bent, dan reis je getroost door de aardse woestijn naar het vaderhuis hierboven. Om eeuwig bij Jezus te zijn. En als Eline dat hoort, dan zegt ze, maar meester, als dat dan de veilige schuilplaats is, weten de mensen in Nederland dat dan? Als het goed is wel, Eline, zijn er mensen in Nederland die weten van die schuilplaats. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat nog niet weten. Maar wie gaat hen daar dan van vertellen? Ik hoop dat er heel veel christenen zijn die in hun omgeving van deze schuilplaats gaan vertellen. En als die mensen dan denken, ik weet niet hoe dat moet, of ik durf dat niet, of ik wil eigenlijk niet. Nou, dan hoop ik dat ze op de zendingsdag allemaal bij de kraam van de evangelisatie geweest zijn. Want dan kunnen ze die vragen stellen. En voor de kinderen en de jongeren is er een cd die ook hierover gaat. En weet je, Eline, wat jij, wat ik, wat wij allemaal mogen doen? Aan de Here vragen. Here, leer mij. Om dichtbij, verder weg tot aan de einde van de aarde. Aan mensen te vertellen van deze schuilplaats. Tot uw dienst en lof bereid. En dan moet meester Rob nog één keer aan die tekst denken achter op het busje. En dan denkt hij, God weet
dat ze zullen komen uit alle volken, talen, tongen en natiën, om eeuwig God groot te maken. We gaan samen zingen.